In deze tipclip bespreken we in de praktijk het moment berekenen rond een punt. We gebruiken hiervoor als voorbeeld oefening 1.8 uit de oefeningbundel. Eerst moeten we het lichaam vrijmaken. Hiervoor duiden we de krachten aan in hun aangrijpingspunten. Merk op dat de veerkracht in de richting van de veer staat. We weten echter niet welke zin deze kracht heeft. We kiezen een zin en werken verder met de gekozen vector. Indien we dan uiteindelijk een negatieve waarde zouden vinden, dan weten we dat de vector in de andere zin staat. Hierna duidt ook nog het zuiver moment rond het punt B aan. We schrijven het moment evenwicht rond B uit. Enkel het zuiver moment is gegeven. De momenten veroorzaakt door de aanwezige krachten werken we verder vectorieel uit. We berekenen hiervoor het vectorieel product van de plaatsvectoren met de krachten. Om de plaatsvectoren van A te schrijven, moeten we een extra variabele alpha invoeren. Dit is de hoek tussen de vector AB en de horizontale. Aangezien de veerkracht loodsrecht staat op deze vector, is ook alpha ook gelijk aan de hoek tussen de veerkracht en de verticale. Aangezien f1 en f2 beide aangrijpen in hetzelfde punt c, kunnen we beide krachten samen behandelen in één determinant. Merk op dat het uitwerken van de verschillende terminanten veel tijd en schrijfwerk vergt. We schrijven dit volledig uit. Uiteindelijk merken we dat de onbekende alpha wegvalt uit de vergelijking. Dit moment staat volgens een negatieve z-as. We schrijven de vergelijking van de veerkracht op en vullen de gegevens in. Als we dit allemaal uitrekenen, bekomen we een veerkracht van 5535 N. Deze is positief, dus hebben de veerkracht juist getekend. Een alternatieve en dikwijls snellere methode is gebruik maken van loodrechte componenten. We schrijven met deze methode weer het moment evenwicht rond B uit. Volgens de rechterhandregel staan een positieve moment rond de zetas tegenwijzers in. M, zoals hier getekend, Geeft een aanzet tot rotatie in wijzerzin en is dus negatief. De kracht Fv staat loodrecht op de vector AB. Hierdoor is het moment door deze kracht gelijk aan het product van de afstand en de grootte van de kracht. De veerkracht geeft een aanzet tot rotatie in wijzerzin. Hierdoor is ook dit moment negatief. Het moment door F1 is gelijk aan het product van de grootte van de kracht met de component van BC loodrecht op de kracht. Deze is gelijk aan de verticale component van BC, ofwel BC sinus 30 graden. Zoals hierboven al aangeven, zal ook dit moment negatief zijn. Voor de kracht F2 nemen we weer het product van de grootte van de kracht met de component van BC loodrecht op de kracht. Dit is de horizontale component van BC, BC cosinus 30 graden. Hier moeten we het moment positief maken, aangezien de kracht F2 het geheel in tegenwijzers intrekt. Hieruit schrijven we weer een uitdrukking voor de veerkracht op. Als we dit dan uitrekenen, bekomen we exact hetzelfde resultaat als bij de vorige methode. Maar sneller.